Deel van het dak van het zwembad in Tiel is onveilig. De constructie is slecht. Wij werden vanmorgen gebeld en het is ons medegedeeld dat we niet meer konden zwemmen. Wat zijn de nieuwste snufjes op prothesegebied? In Arnhem kon je het uittesten. 20 is geboden. Iemand voor meer dan 20. Achterin is 20. En in Zaltbommel komt postuum de wens uit van een verdronken held. Goedenavond, het nieuws van zaterdag 19 november. Het instructiebad van zwembad Groenendaal in Tiel is voor onbepaalde tijd gesloten. De dakconstructie is in zo'n slechte staat dat de veiligheid voor de bezoekers niet meer kan worden gegarandeerd. Het probleem kwam aan het licht tijdens een extra inspectie. Alle gemeenten zijn verzocht de veiligheid van zwembaden onder de loep te nemen naar aanleiding van een ongeval in een zwembad in Tilburg. Een baby kwam daar om het leven toen twee geluidsboksen naar beneden vielen. Tiel nam het advies ter harte en ontdekte dat een deel van de dakconstructie van het zwembad verroest was. Een gevaarlijke situatie. In het ergste geval, roest, zeg het al, als iets doorgeroest is, dan kan dat hele schadelijke gevolgen hebben. Nou, en dat willen we uiteraard voorkomen. Het instructiebad is gisteren in allerijl afgezet en het dak is gestut. Verder zijn de zwemlessen die in het bad worden gegeven deels verplaatst naar het recreatiebad. Maar sommige kinderen kunnen voorlopig even niet terecht voor zwemles. En dat kan even niet meer nu, hè? Nee, helaas niet, nee. Wij werden vanmorgen gebeld en het is ons medegedeeld dat we niet meer konden zwemmen. Dat er problemen waren met het dak of zo, dus ja, dat is een beetje spijtig. Dus, Volgens het zwembad heerst er vooral begrip voor de genomen maatregelen. Ja, ik denk dat het gewoon goed is na dat ongeluk in Tilburg. Het is goed dat ze een extra inspectie hebben gedaan. Het is wel een goede zaak. Ja, als het plafond naar beneden komt zetten of wat anders, ja, dan zijn er toch een hoop risico's. Toch rijst de vraag als het bad nu plotsklaps dicht moet of de kinderen de afgelopen tijd dan niet onnodig risico hebben gelopen tijdens de zwemles. Ja, dat is zo moeilijk speculeren natuurlijk. Ik denk dat we daar niet van uit moeten gaan. Ja, we hebben hier ook nog even gewerkt, onderzocht en alle dingen bij elkaar opgeteld. Hebben gezegd van ja, nu moet het even dicht. Hoe verder en hoe ernstig het allemaal is, dat moeten we onderzoek nog verder uitwijzen. Even afwachten dus. Maar sommige bezoekers hebben niet veel vertrouwen meer in het al 30 jaar oude zwembad. Ik heb als klein jokje al gezwommen hier, dus om plat gooien en een ei bouwen. Maar zover zal het voorlopig wel niet komen, want in de loop van volgende week maakt de gemeente bekend hoe lang het instructiebad dicht blijft. De SP is verbijsterd over de aangekondigde sluiting van de spoedeisende hulp in Zevenaar. De partij laat het er niet bij zitten en gaat op 1 december actie voeren. Eerste hulp in Zevenaar gaat vanaf april volgend jaar dicht omdat er te weinig artsen zijn. Dat betekent dat alle spoedgevallen naar het Rijnstatenziekenhuis in Arnhem moeten. Tot nu toe kwamen er jaarlijks 10.000 mensen bij de spoedeisende hulp in Zevenaar binnen. Het ziekenhuis wilde de afdeling eerst alleen in de nachtelijke uren sluiten, maar dat stuitte ook al op veel verzet. Dus nieuwste snufjes op prothesegebied waren vandaag allemaal uit te proberen op de zogeheten Prothese Experience Day in Arnhem. De informatiedag voor prothesegebruikers en hun familieleden is dit jaar voor het eerst in Gelderland gehouden. Het uitproberen van nieuwe protheses, elektronische knieën of het testen van speciale sportvoeten. Het kan allemaal bij Revalidatiecentrum Groot Klimmendaal in Arnhem. Ja, heerlijk. Ik word nou gewoon een beetje bijgestuurd hoe ik moet lopen. En technische aanwijzingen en mijn voet wordt beter afgesteld. Ik heb zo straks proef gelopen. En dat ging prima. Dus het is net of je... Ja, het loopt beter als die oude prothese. En bezoekers zonder prothese kunnen zelf ervaren hoe het is om een been of voet te moeten missen. Door op zogeheten moonwalkers te lopen. Hoe loopt dat? Ja, dat loopt heel apart. Anders als ik gewend ben, ja. Jouw vriend heeft een prothese. En nu ervaar je zelf hoe dat is. Ik denk niet dat het helemaal te vergelijken is. Ik denk dat het voor hem nog anders is. Maar ik kan wel nu ervaren hoe het is om geen stabiliteit te hebben en idee van wat de ondergrond is. Maar voor de mensen die echt afhankelijk zijn van de prothese, is zo'n middagje uitproberen en testen met nieuwe hulpmiddelen erg belangrijk. De meeste bezoekers zijn enthousiast. Al zit er wel één nadeel aan, de kosten. Want of de zorgverzekeraar betaalt, is nog maar de vraag. Nee, dat krijg ik niet vergoed. Ik heb al een spoorprothese voor volleybal. En een tweede spoorprothese krijg ik niet vergoed. Dus dat moet ik zelf betalen. Dus moeten we even afwachten, hè? Dus wat de verzekering zegt. Al heeft iedereen zo zijn eigen oplossing voor dat probleem. Ja, ik kan er heel hard mee rennen, dus ze moeten me maar bij zien te houden dadelijk. Vorig jaar zomer verdronk hij in de Waal bij Zaltbommel, Hussein Wimpaye.
De Burundees van 20 redde eerder nog twee kinderen uit diezelfde waal en kreeg daarvoor een medaille van het Carnegie Heldenfonds. Zijn grootste wens was om een weeshuis in Burundi te bouwen. En vandaag komt die wens misschien alsnog uit, want in Zaltbommel is een grote veiling gehouden om geld in te zamelen voor dat weeshuis. 20 is geboden. 20 is geboden. Iemand voor meer dan 20. Achter in de 20. Niemand meer. 25 daar. Nee, dank u voor het bieden. U krijgt dadelijk nog een kans daar. Maar 25 bent u. Er wordt flink geboden in Zaltbommel. De opkomst bij deze bijzondere veiling is hoog. Alle aanwezigen zijn eigenlijk niet gekomen om tegen een koopje aan te lopen. Nee, ze zijn hier duidelijk om het goede doel te steunen. Meneer, u hebt een paar panties gekocht. Is het voor uzelf of voor het goede doel? Ja, voor mijn vriendin en het goede doel. Ja, daar komt het wel op neer. Waar hebt u op geboden? Op een stel boxershorts. Dat had u echt nodig? Nee. Voor nummer 3, dank u wel. De opbrengst van de veiling gaat naar de bouw van een weeshuis in Burundi, in Afrika. Het was de allergrootste wens van Hussein. Een bijzonder mens. Hij is in 2005 van Burundi naar Nederland gekomen en stond al snel midden in de Zaltbommelse samenleving. Ik heb me laten vertellen dat hij in zijn vrije tijd, zonder dat iemand dat wist, in een gezinsverhangen tehuis hier in Zaltbommel, de kinderen die daar woonden ook gewoon nog dansles gaf in zijn vrije tijd. Vandaar dat de Zaltbommelnaren zijn grote droom willen laten uitkomen. Voor de veiling is van alles verzameld, van een elektrische tandenborstel tot handtassen, van schilderijen tot deze bijzondere danskostuums. Topstukken uit de veilingscollectie die zijn aangeboden door het Internationaal Danstheater. Hussein zelf was gek van dansen. Hij gaf zelf danslessen, onder andere bij het jongerenwerk in Zaltbommel. Een hele bijzondere jongen, ja, pas 20 jaar, maar heel veel betekenend voor de mensen hier in Zaltbommel. En in februari wordt ook nog een diner gehouden en de opbrengst hiervan is ook bestemd voor de bouw van het weeshuis in Burundi. In veel Gelderse plaatsen is hij vorig weekend al aangekomen, maar Sinterklaas kan natuurlijk niet overal tegelijkertijd zijn. Sommige plekken kregen daarom vandaag pas bezoek van de Goedheilige Man. En soms op een wel heel spectaculaire manier. In Kootwijkerbroek komt de Sint zelfs uit de lucht vallen met een gemotoriseerde parachute. Tot groot vermaak van de kinderen en de Sint zelf. Het was een prachtige vlucht, alleen wel een beetje koud daarbovenin hoor. Ik dacht dat ze niet zo in zo'n luchtballon aankwamen, maar het was een parachute. Ik dacht grappig dat hij daarin zit. En toen zag je eerst met het Sinterklaas nemen en toen scheurde hij met het motje en toen zag je hem weer. Ook in Dieren komt de Goedheiligman op een andere manier aan dan normaal. Het water is zo extreem laag dat die grote boot niet kon afmeren hier. En de vaargeul is zo smal dat zelfs een lange loopplank was geen oplossing. En daarom komt de Sint dus met de veerboot. Voor de kinderen maakt het allemaal niets uit, als ze maar iets krijgen. Wat heb je van de Sint gekregen? Nog niks. Oh, maar gaat het wel gebeuren dan? Ja. Dan maak je je geen zorgen over? Nee. De Sint belooft dat hij straks op pakjesavond voor iedereen een cadeautje heeft. En zo meteen, hoe mooi is Gelderland op een paar meter diepte? Een fotograaf uit Hattem die bracht het in beeld. De Arnhemse politicus Martin van Meurs is weer op vrije voeten. Hij heeft een jaar vastgezeten voor het bezit en de verspreiding van kinderporno. Van Meurs was jarenlang gemeenteraadslid in Arnhem. De laatste jaren was hij fractievoorzitter van Pro-Arnhem. Politicus is uit de partij gezet, maar heeft nog wel recht op zijn zetel. Of hij terugkomt in de Arnhemse gemeenteraad is nog niet bekend. Twee gewapende overvallen in Culemborg en Arnhem gisteravond. In Culemborg kwamen drie mannen vlak voor sluitingstijd een winkel binnen en bedreigden het personeel met een mes. In een cafetaria in Arnhem werden twee medewerkers door een man bedreigd. In beide gevallen gingen de overvallers met een onbekend geldbedrag vandoor. Landschapsbeheer Gelderland heeft 20.000 bomen en struiken uitgedeeld. Uit de hele provincie kwamen mensen naar Roosendaal om een exemplaar op te halen. Bewoners van het buitengebied konden de bomen en struiken met korting kopen. Met de actie wil Landschapsbeheer Gelderland ervoor zorgen dat er meer heggen en houtwallen in het landschap komen. En een man uit Zutphen is vanochtend neergestoken op straat. Het slachtoffer werd beroofd van zijn mobieltje en vervolgens is een onderlichaam gestoken. Hij wist zelf naar een horecagelegenheid te lopen om de politie te waarschuwen. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Een man uit Eefde is aangehouden als verdachte.
Minder afval door spullen te repareren in plaats van ze weg te gooien. Dat willen de repaircafés in Nijmegen en Culemborg bereiken. Ze doen mee aan de Europese Week van de Afvalvermindering. Vandaag kon iedereen op 12 locaties in ons land terecht om zijn spullen te laten herstellen. Omroep Gelderland kijkt binnenkort terug op het afgelopen nieuwsjaar. U als kijker kunt plaatsnemen op de stoel van de eindredacteur. Laat de nieuwsredactie weten wat uw meest indrukwekkende, ontroerende of gewoon leukste Gelderse nieuwsfeit van het jaar was. Surf naar 2011.gld.nl voor alle informatie. In Gelderland is onder water niet veel te zien. Althans, dat denken veel mensen. Het is heel anders, bewijst Willem Kolvoort uit Hattem. Hij heeft een fotoboek gemaakt en dat heet Waterlicht. 74 jaar is Kolvoort en hij werkte 10 jaar aan het boek met foto's van onderwaterlandschappen. Willem Kolvoort maakt al ruim 30 jaar onderwaterfoto's over de hele wereld. Maar aan de onderwaterwereld in Nederland moest hij nog een beetje wennen. Toen ik hier begon dacht ik van, net terugkomend uit Cuba waar ik gewerkt had, van wat moet ik hier in die blubberzooi? Ik zag niks, ik zag geen vissen, ik zag niks, alleen maar troebel water. En dan maakte ik nog dia's en dan kwam ik met een rolletje thuis en dan keek ik en er stond er maar bijna niks op. Of één foto, en ik dacht, nou dat kan nog wel net. Maar je gaat langzamer toch jezelf verbeteren. En gelukkig maar, want de Nederlandse onderwaterwereld biedt heel wat moois. Zoals bijvoorbeeld deze plas in Ressen. Nou, hier zie je bijvoorbeeld een foto die prachtig groen helder is met een beetje bijna blauw water. Die is gemaakt hier op deze plek, hier onder water, in deze plas. Ja, dat is Photoshop, hè, denk ik dan. Niks ervan is Photoshop, zo is het. De meeste onderwaterfotografen concentreren zich op vissen en planten, liefst zo exotisch mogelijk. Maar Kolvoort fotografeert liever onderwaterschappen in zijn geheel. Landschappen die naar mijn gevoel boeien, omdat ze je blik op het landschap sturen. En niet afgeleid worden door allerlei diertjes. Willem Kolvoort heeft al heel wat uren doorgebracht onder water. Maar nog steeds kan hij het niet laten. Ondanks zijn leeftijd van 74 jaar. Ja, je merkt wel dat je wat ouder wordt natuurlijk. En soms denk ik ook altijd van nou, hoe lang ga ik nog door? Hè? Moet ik nou een onderwaterrollator gaan aanschaffen of zoiets? Hè? Maar ja, ik weet het niet, ik zie het wel. Het zal vanzelf wel minder worden en ik zal wel vanzelf meer mezelf moeten oppeppen om als weer het water in te gaan. Ja, prachtige plaatjes. Gaan we terug naar de oppervlakte, naar Wageningen, voor het weer met Margo. Ondanks de lage waterstand van de IJssel kon Sinterklaas wel aanleggen aan de kade bij Zutphen vandaag. Maar de waterstand in de grote rivieren in de provincie gaan verder dalen deze week. Pas tegen het einde van de week dan komen neerslagbrengende storingen. Nu nog heel ver weg, geleidelijk aan dichterbij. Het weer wordt totaal anders. Komend weekend hebben we te maken met regen en wind. Maar vandaag was het rustig en na het optrekken van nevel en mist hebben we toch met een mooie dag te maken gehad. Temperaturen op sommige plaatsen oplopen tot meer dan 10 graden. Maar vanavond gaat het natuurlijk weer afkoelen. Behoorlijk, met temperaturen rond of iets onder het vriespunt. De lucht is vochtig, betekent op uitgebreide schaal mistbanken, verkeersbelemmerend ook. En misschien wel een enkel bruggetje of viaductje glad door rijpvorming. Morgenochtend dus een grijze start van de dag. En toch denk ik dat het in Gelderland weer gaat lukken om de mist te doen oplossen. Vanuit het zuidoosten, dus hier in het westelijk rivierengebied, duurt dat het langst voordat de mist daar verdwijnt. Elders zonneschijn, ook af en toe wat bewolking in het uiterste noorden en ook in de omgeving van de Achterhoek. Prima weer voor de Zevenheuvelenloop. Morgen rond Nijmegen en Groesbeek met een graad of 8. En niet al te veel wind uit een zuidoostelijke richting. En tot en met donderdag verandert er weinig in het weerbeeld. Rustig met wolken, zon, maar ook hardnekkige nevel en mist. Na donderdag dan gaat het regenen en waaien. En dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het instructiebad van zwembad Groenendaal in Tiel gaat tijdelijk dicht. Het onderzoek blijkt dat een deel van het dak onveilig is.
En in Zaltbommel is een veiling gehouden voor een weeshuis in Burundi. Dat was een grote wens van de vorig jaar verdronken Hussein. Dat was het. Een heel goed weekend verder.